Kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video wil ik jullie graag laten zien wat ik aan Gudrun van Gudrun's Happy Junk Journals, Gudrun's Happy Journals, zo heet het kanaal, hier op YouTube ga opsturen. We hebben met elkaar afgesproken een kleine happy mail naar elkaar te sturen, want Gudrun komt uit Oostenrijk. En dus ik wil graag een brievenbusdoosje goed gaan vullen. En wat ik haar ga sturen is in ieder geval deze folio die ik zelf gemaakt heb. En die ga ik je even laten zien. Ik heb een leuk Craft Sensations blok gebruikt. En daar zaten van allerlei leuke dingetjes in. Maar ook wat extra toegevoegd, zoals dit soort bloemetjes en zo. Dit is de voorkant. Je kan hem openmaken met dit strikje. Dit is nog even de achterkant. Uiteraard weer met mijn stempel en een leuke versiering. En je kan hem dus openmaken hier met dat strikje. Dan plopt hij al gelijk open, want ik heb hem lekker goed gevuld. Hier zit een klein vakje in waar ik een tag heb gestoken. En een klein mini boekje, wat ook uit dat papierblok gemaakt kon worden. Dit schattige boekje waar ze nog in kan schrijven, eventueel. En ik zal hem straks even netjes terugstoppen, want hij wil nu even niet. Hier aan de binnenkant heb ik ook een klein pocketje gemaakt met een mooie bloem erop. En daar ook weer wat tags ingestoken, 3 stuks. Dan gaat hij zo aan deze kant open. En hier zit een envelopje in. Daarin heb ik een scheepjeswol, maaswol tagje gestoken die ik bij de kringloopwinkel heb gevonden. Want ik heb Gudrun houdt heel erg ook van vintage. En ik heb geprobeerd om echte Nederlandse vintage dingetjes te zoeken vanuit de kringloop. Hier heb ik een bellyband gemaakt met daarin mijn brief voor haar. Hier heb ik ook weer een flap waarop ik een kaartje heb geplakt. Wat ik met gaasverband versierd heb. En daarop een leuk plaatje. Daarin zitten weer 2 tags. Dit was een klein envelopje. Daarin heb ik weer een kaart gestoken uit het papierblok. En nog een mooie vintage kaart van een spel. Van een Nederlandse, hoe noemt het? Kwartettenspel. Misschien is het zelfs wel Belgisch als ik er nou naar kijk. Want het staat in het Nederlands en in het Frans erop geschreven. Dus waarschijnlijk is het eigenlijk een Belgisch spel. Maar goed. Het is nog altijd een andere taal als het Oostenrijks en ik denk dat dat wel leuk is. Hier heb ik een kleine pocket gemaakt waar ik nog weer wat kaartjes in heb gestoken. En wat sigarenbandjes uit de kringloopwinkel. Ook van Nederlandse sigaren. Het uiltje. En ik hoop dat ze daar iets mee kan. Leuke in haar creaties kan gebruiken. Dan heb ik hier deze flappen opengemaakt. Een kleine mini journal ingemaakt met wat koffiegekleurd papier en wat theegekleurd papier. Ook wat designpapiertjes. En dan kan je dit zo openklappen. Hier heb ik gewoon de pagina leuk versierd. En hier kan een strikje open. En daar zitten 3 enveloppen achter elkaar die ik leuk heb versierd. En aan de andere kant ook nog zo heb versierd. En dan in de enveloppen zit overal en een kaartje uit het papierblok die er mooi bij paste. En nog een goodie. In dit geval dus grote sigarenbandjes. En in deze heb ik een kaart. En wat was het ook alweer? Oh ja, de suikerzakjes. Ook van Nederlandse reclames staan erop. Zouden... vintage suikerzakjes. En hierin... even spieken. Oh ja, uit een verhonden verzamelboek. Van, ook van Nederlandse verzamelboek was dat. Heb ik hondenplaatjes uitgezocht en ertussen gestoken. Eigenlijk is Gudrun een echte kattenfan. Maar ik hoop dat ze ook misschien met de hondenplaatjes iets leuks kan. Want ik vond geen kattenverzamelboek helaas. Alleen maar een hondenverzamelboek. Even kijken. Dus dit, nou ik zal het straks weer even mooi dichtmaken. Maar dit is mijn creatie die ik haar ga opsturen. Zelf gemaakt. En dan heb ik nog allemaal leuke goodies bij elkaar verzameld. Ik heb allemaal verschillende servetten
bij elkaar verzameld. Kerstservetten, herfstservetten. Dit is een beetje lente. En van Pasen. En ik hoop dat ze daar iets leuks mee kan doen. Die ga ik in het doosje stoppen. Ik heb dit stickervellen van stof. Daar kan je ja, ook leuke figuurtjes uitknippen. Of je kan, als je een junk journal gemaakt hebt, daar de rug van de journal mee verstevigen. Dat vind ik zelf altijd wel fijn. En dan een beetje in, ja, ze zal dit nog wel moeten distressen. Maar ze kan denk ik deze tintjes wel gebruiken in de vintage stijl die zij graag, waar ze graag mee werkt. Nou had ik ook nog een hele leuke boekenlegger. Een kattenboekenlegger. En omdat ze zo dol is op katten, dacht ik, die ga ik er ook bij stoppen. Ik heb van Francine's katten twee kaarten die ik haar ga opsturen. Zijn die mooie tekeningen van Francine. Deze, het mooie kaarten en stickervellen. Dit zijn etiketten met leuke kattenafbeeldingen. En dit zijn allemaal losse stickers. En ik had begrepen dat zij een kattenjunk journal wilde gaan maken. Dus ik hoop dat dit op tijd komt en dat ze daar dan nog iets van kan gebruiken. Ook heb ik een oude libelle. Ik dacht, dat is echt een Nederlands tijdschrift. Hij komt uit 1950. En daar staan, ja, hij ruikt ook echt helemaal vintage. Maar echt die mooie vintage afbeeldingen, vooral in die reclames. Kijk hoe mooi. Dus daar heb ik een heel tijdschrift voor haar. Er ga ik erbij stoppen. Dan heb ik uit 19, hier staat het, 53. Nog een wetenschappelijk tijdschrift van Nederlandse makelaardij erbij. Daar staan ook mooie oude afbeeldingen en teksten in. Dus ik denk dat dat ook leuk is om te ontvangen. Dan wilde ik eigenlijk Nederlandse postzegels, maar die kon ik niet vinden. Toen heb ik dit setje gekocht. Bij de kringloopwinkel staan hele mooie bloemen op. En hier wel de ouderwetse zegels. Ik weet niet zo goed uit welke tijd ze zijn. Ik kan dat zo gauw even niet vinden. Maar er zat een sticker op. Ik dacht uit 1940, maar ik weet het niet zeker. En het komt uit de US. Maar ik hoop dat ze, ondanks ze niet Nederlands zijn, toch leuk vindt en ook mooi. Dan heb ik nog wat poesieplaatjes. Die had ik zelf nog liggen. Misschien kan ze daar ook iets leuks mee doen. Geen katten, maar dat hoeft ook niet allemaal, hè? Leuk stickervelletje had ik nog over. En ik heb een set met labels die je uit kan drukken. En als je een junk journal maakt, dan zijn er altijd wel pockets die nog een kleine vulling nodig hebben. Dus wellicht dat ze hier ook wat mee kan doen. En dan als, oh nee, bijna als laatste, ook om, vanwege het inkblenden, dan gaan de sponsjes gaan er vast snel doorheen. En ik had er heel veel gekregen laatst van, ik dacht Jorien, ben niet zeker meer. Dat is wel echt schandalig, sorry. Maar ik dacht dat ik ze van Jorien en nou, ik deel ze graag omdat ik er zoveel heb gekregen. En stuur ik er haar ook een paar op. Ze kan lekker met de vintage foto gaan inkten. En dan had ik als laatste een heel mooi boek gevonden voor Gudrun. Een kattenboek. En dit is eigenlijk een, wat staat er? Reis door de natuur. Maar er staan echt zo'n mooie plaatjes in van katten. En omdat ze dus, wat ik al zei, graag een kattenjournal wilde gaan maken, dacht ik, ik hoop maar dat ze in dit boek gaat durven knippen. En dat ze dan inderdaad met deze mooie plaatjes aan de slag kan gaan. Er zijn verschillende maten. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik zal het eens van de begin dichtbij laten zien. Als je het toch zo kan tekenen, hè? Dat van Francine is ook prachtig. Dit is niet van Francine, maar het zou wel qua stijltje er prima bij kunnen. Kijk, die betekening, dat is echt zo, hè? Ja, heel gaaf. Dus ik, ja, ik hoop dat ze er blij mee is. En dit is wat ik haar ga sturen. Ik hoop dat ik het allemaal in het brievenbusdoosje erin kan krijgen. En dat het goed bij haar aankomt, want dat is wel even spannend, zo'n reis naar Oostenrijk.
Nou ja, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik voor haar bij elkaar heb verzameld. En ik ga duim met me mee dat het goed aankomt en dat ze er blij mee is. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!